goed dat jullie weer kijken. En dat op de laatste dag van het jaar 2022. De zomervakantie gebruik ik meestal om mijn goede voornemens op te nemen, door te nemen en eventueel aan te passen. Het einde van december is daarentegen wel de periode om terug te kijken over het afgelopen jaar en te reflecteren op datgene wat ik belangrijk vind. En trouwe volgers weten dat ik mijn voornemens altijd in drievoud omschrijf in een jaarplan dat ik in de zomervakantie opstel. En deze laatste dag van het kalenderjaar is een mooi moment om te zien hoe ik er eigenlijk nu voor sta. Nou, allereerst mijn fysieke gezondheid. Mijn doelstelling was om mijn coronakilo's kwijt te raken en daarna nog eens extra 5 kilo. Dat is gelukt en beter zelfs. Ik ben sinds de zomer van 2021 ruim 12 kilo kwijtgeraakt. En dat is, al zeg ik het zelf, een prachtige prestatie. Ik voel me beter en daardoor kan ik weer meer aan wat betreft mijn werk en het opnemen van deze vlogs. Nou, je fysieke gezondheid is om meerdere redenen belangrijk. En de belangrijkste is dat gezonde mensen nou eenmaal ouder worden. Kijk maar eens naar dit artikel. Gezonde mensen maken betere keuzes en kunnen daardoor een langer leven leiden. Nu is mijn doelstelling in dat opzicht niet gewijzigd. Ik wil stabiel tussen de 73 en 75 kilo blijven en dat probeer ik gewoon zo te houden. Mijn mentale gezondheid. Mijn doelstelling was om iedere maand een boek te lezen. Nou, dat gaat me steeds beter af sinds ik me heb aangeleerd om te speedreaden. Dat is een vaardigheid die ik heb opgepikt van Tim Ferriss, die me hierop attendeerde om eigenlijk op een slimme manier sneller een boek te kunnen lezen. Kun je sneller lezen, kun je ook meer lezen. Nou, voor 2022 staat de teller op dit moment op 18 boeken, dus de vaardigheid helpt me enorm. Een nieuwe doelstelling is om eigenlijk beter te slapen. Ik merkte dat ik 's nachts wel eens wakker werd. En dat heeft volgens mij te maken met het feit dat ik voor het slapen gaan nog op mijn iPad lees. Nou, ik heb het nu een paar weken geprobeerd om geen iPad voor het slapen gaan te gebruiken. En ik merk dat ik daardoor veel beter slaap en dus veel beter uitgerust aan mijn dag begin. Nou, waarom is mentale gezondheid zo belangrijk? Mentaal gezond iemand nou eenmaal betere keuzes kan maken. En op het moment dat je betere keuzes maakt, heb je dus ook een betere fysieke gezondheid en het volgende stapje een betere financiële gezondheid. Nou, wat de financiële gezondheid betreft, nou, de internationale beurzen die hebben 2022 zo'n beetje allemaal afgesloten met een verlies, een fors verlies. De Nederlandse AEX daalde met 13,2%. De Amerikaanse S&P 500 daalde zelfs met 19,4%. Nou, en de Amerikaanse Nasdaq, de technologiebeurs, die daalde met een 33,2%. Nou, maar hoe heb ik het dan gedaan? Nou, mijn REIT-portefeuille heeft een verlies opgetekend uiteindelijk in 2022 van 8,4%. Mijn ETF-portefeuille heeft in 2022 ook een min opgetekend van 13,8%. Vooral te wijten aan mijn semiconductor ETF. Mijn speelportefeuille, waarin ik wat losse aandelen heb zitten, die heeft het wonder wel goed gedaan. Want die staat op een plus van 3,4%. Nou, dat komt ook vooral omdat ik in september, ik koop altijd in september, veel heb bijgekocht. Omdat in september de beurzen flink daalden. En omdat ik dus flink heb bijgekocht, staat die portefeuille nu voor 3,4% in de plus. Nou, zolang mijn portefeuilles op de lange termijn nog steeds een gemiddelde van plus 8 laten zien, ben ik eigenlijk heel tevreden. En is er geen enkele reden tot paniek. Op dit moment staan mijn portefeuilles op een gemiddelde van 11,1% op de lange termijn. De beroerde jaren die ik noemde, 2000 en 2008, werden beide voorafgegaan door een slechte decembermaand. En wat maken we nu mee? Ook een slechte decembermaand. Nou, kijk even, heb ik een kaart gebracht die paar daagjes vanaf, nou, wat heb ik gepakt, 1 december tot 1 januari. We zitten nu op de gele lijn. Hè? Het is nog geen 1 januari, nog een paar dagen te gaan, maar je ziet, we gaan onderuit. Vanaf 100 dalen we. 2007 viel dan nog mee, maar ook geen lekker begin van december. En 99 was natuurlijk
ja, op die lijn zitten we nu. Ja. Nou, als dat de voorspelling wordt, dan gaan we ook na 2022 een moeilijk en beroerd 2023 tegemoet. Ja. Nou, 2022 was dus niet een best jaar. En ook al wordt 2023 wederom wellicht geen enorm best jaar. Nou, dat hoeft dus geen ramp te zijn. Mijn horizon is nog steeds breed en ver genoeg om ook volgend jaar nog koopjes te kunnen oppikken. Nou, mijn doelstellingen voor komend jaar zijn in ieder geval een beleggingscursus en een financiële onafhankelijkheidscursus aan te gaan bieden. En ik ben bezig een boek te schrijven voor 18-plussers om op een goede manier met de heilige drie-eenheid van gezondheid aan de slag te gaan. Oké. Oké, nu mijn eindejaarstips. Nou, tip 1. Stel altijd persoonlijke doelen op. Maximaal 5. Tip 2. Schrijf je persoonlijke doelen op een stuk papier. Tip 3. Hang dit stuk papier op een zichtbare plek, zodat je er iedere dag mee geconfronteerd wordt. En tip 4, dalende beurzen zijn beurzen waarbij de aandelen in de uitverkoop zijn. Maak daar op een slimme manier gebruik van. Ik ga aan de oliebollen en de champagne. Ik hoop jullie weer in grotere talen volgend jaar terug te zien. Ik wens iedereen een mooi en gezond en fantastisch 2023 toe. En maak van 2023 jouw jaar door aan jouw doelstellingen te werken. Zodat we samen financieel gezond worden. Tot ziens, tot volgend jaar. Doei!